Ik hoop dat volgend jaar dan kan het doen. Moet hij wel eens een kwartiertje, 20 minuten. Heel jammer voor hem. Het had een heel mooi seizoen gaan kunnen worden. Maar het podium dat tweedelig zal zijn. Het is zo mooi geweest dan. Het kan de podium en dan het eindklassement bij de junioren en dames en heren. Wat mankeert die game? Het is genaaid aan zijn bek. Het is genaaid aan zijn gezicht. Voor de rest is zijn gezicht ook een beetje overal open. En sinds het moment dat hij gevallen is gisteren in een ambulance en dan is het wachten misschien op weet hij niet meer, dus daar moet hij 2 dagen zijn observatie ziekenhuis bij. Op de 2 dagen komt Kevin Panhuizen, proficiat Kevin, en dijk van een wedstrijd. En ook einde een wedstrijd hier voor Milan Vader. Je bent verliefd op. Bij de nieuwelingen was dat. En ook einde wedstrijd voor de man op nummer 3, Boris Kara. Van het Windows Grenville team. Thomas Mariate. En ook hier voor de nieuweling, hier Jochen de Vocht. Einde wedstrijd. Einde wedstrijd ook voor Jeroen van Eck. Waar moet dat toch nou naartoe? En ook einde wedstrijd voor Wout Alleman. En dat geldt ook voor Nick van Pol van het Noordruk Mountainbike Team. Als ik jou zo zie, klinkt het zin. Hier is de Kloomans Bode. En wat betekent? Voilà, en hier krijgen we de, dat was helemaal uitgedraaid, Jantje Smit in de dames elites. Masters 1 en Masters 2, dus een kwart voor 1 verzamelen. We kunnen starten omstreeks de klok van 1 uur. Zeker en vast op nummer 1, Jens Schuurman 7. En dan krijgen we Boris Kara. En dan gaan we naar Jeroen van Eck. En dan zien we Pieter Geluikens daar ook nog staan. En dan Flora Trigo hebben we ook nog. En dan Jorgen Scherens. Bij de nieuwelingen hebben we dan overwinnaar Kenneth Komans voor Bram Kools. En dan krijgen we Jeremy Pip. Voor zich neemt Matthias Kloosterman deze zomer, begin augustus, heeft hij hier geslepen. Dus voor de ik mag nu iets vragen, is het helemaal wat aan doet. Ja, ik weet het, hè. Ziek, hè. De podium mogen we een daverend applaus van de king van de meisjes van BMW, Jens Schuurmans. Dan gaan we ook nog de proficiat wezen aan zijn andere rivaal. Hier geflankeerd links en rechts. En dan de volgende felicitaties. En dan gaan we een eerste maal een kiekje schieten voor de digitale archivering samen met het warme land. Nogmaals, Boris Kara op nummer 3, op nummer 2 Kevin Panhuizen en dan de Belgisch kampioen Jens Schuurmans op nummer 1. Emma, die dat op nummer 1 is geëindigd naar een declassering van Erno McGrath, gaat hij hier met de overwinning lopen. De king van de tunnel van mijn notering hier, Kenneth Komans. USA Racing Team. Met een overwinning voor Bram Kools en voor Jeremy Pipe of Jeremy Pink. Ik wil dat ze blij zijn. Voor de podium, geflankeerd door Andy Stervo, Clemens Polen en winnares Brug van de Polen. De
on the mic. The very good old handen door Annelies Terrevol, waar nog een juristische en gouden medaille onderling. Nog eens die tussen. En dan de bloemen en de fles kava. Zo is het niet doen. En natuurlijk fotografen en een spontane applaus voor het hoofd. Voilà, dat was het eindste podium bij de dames Jurk. En dan is het voor dat we het eind podium gaan doen bij de Jurk. Nog even de bloemen taal omhoog. Een spontane applaus en de fietsen. Laat zij hun werk maar doen. Op nummer 2 is het geworden in het Thomas. In het klassement naar overal winnaar van dit regionaal tijdsgedeelte. De volgende stuk is niemand minder dan Jochem de Vocht. Want dan doen we het voorlopige met twee medewerkers 2 en 3. Onderhandig en ook de vraag aan Jochem de Vocht van 1 op 2 en 3. Branko en Kennis Thomas. Ja, we hebben prachtige podium. Hier gaat dit nog Jochem de Vocht van Patron op zoek in. Maar we hebben juist ook dat hij stijf genoeg richting huiswaarts is gekeerd.